Voorzichtigheid is daar gepoten en wie zien we daar? Erik Tek, we zien Bumke van den Bergen, we zien daar. Uit vakantie komende Polman Pai zich daar ook nestelen in die eerste vier posities. Polke gaat hier, Michelke gaat opschuiven, En dan krijgen we hier de tweede golf, dat zijn de 60 plussers en ook dan is dan dat daarmee daar in. Positie Jos van Kraan en de voorzitter. De werven schokken. Hier zit niet juist in hier. Polke doet dat er nog komt. Het rijden op de platte Jos van Verwijn.
No way. Ik heb gehoord. Nu we rond nog een paar zes rondes. Vijf rondes. Nummer 2 Dirk Mertens. Wim van den Berg. En dan zien we Mark Verloop. Michelleke. Kamaal, hè. Toch enthousiast. Johnny Vertessen. Nog een virus, ja. Plot van me. Niks aan te doen. 5 ronden, man. Dan krijgen we hier de kop bij de 60 plussers, denk ik. Moet dat zijn. Met Mark Vogels en François Voets. Die kunnen jullie herkennen trouwens aan de blauwe nummers. Dat zijn de 60 plussers. Met in derde positie Jos van Kraan. En de voorzitter van de Verstand, als ik daar aan de overzijde van het tennisterrein geen herkennis. Dat filmpje krijgen van Leon Vrijks, met je start erbij, ik had een heerlijke woord. En hier krijgen we onder andere Ad Herijgers in de gezelschap. Met André Laurijsen gaan ze samen op pad. Voor de Gansmeer. Hier, het zit niet juist in hier. Die strenge straf op, daar wordt niks op gevoeld. Dat is een ongeluk, ja, die meest geschaad. Trouwens, de voorzitter van de Sportraad, dames en heren. Jeff van Dijk, altijd met een glimlach, dames en heren. Jan hier. Een oproep aan Leonneke Verzwavel. Leonneke, herinner nog ons intermezzo in Arendonk, waar dan we de Michel zijn grote tijdskaart vroegen. Jawel, ik val achterover, want Michel heeft zijn geboortedatum uiteindelijk toch opgegeven, want dat was de enigste en dat hij niet had gedaan. Dus hij staat hier vermeld onder 24 februari 1959. Dirk van Pichelt is hier nog steeds woonachtig. Erik Tek is er ook bijgekomen. Dat wil zeggen, gaan we van. En dan hier meervoudig span dat hele wedstrijd gewoon op die grote molen. Want hij doet het iedere wedstrijd. Zoveel bezettingswerken. En Beemers Vos uit Brecht, waar dat de wedstrijd is nagedoemd. Vier zonder al Mark Vleugels. En het aanracht deze avond lepeltjes gewijs. En de nacht, dat is een deken waar de wereld onder ligt.
toch? Ja. Dat. En dan daarachter de Belgisch kampioen die zich opnieuw op gang trekt. Thank you.
Van de kerstman. Ronald van Looij versus Gievermullen. Ja, nummer 3 in plaats van François Poets. Dat mag je allemaal. Hier is de François op nummer 3.
Van het publiek voor een prachtige podium bestaan uit Huub van den Berg, Mark Verloop en